Kirsten, hallo. Welkom. Fijn dat je bij de podcast bent. Mijn gsm is nu het filmpje aan het maken, want ik had er eventjes op gelezen. Gisteren heeft Bert Mennings een bericht gestuurd dat jij samen met een andere curator verantwoordelijk bent voor een expositie bij het Limburgs Museum, die nu ook genomineerd is voor een prijs. Ja. Vreemd begin voor een podcast misschien, maar proficiat. Dankjewel. Misschien kunnen we daar straks nog wel iets meer over zeggen, over die expositie. Maar laten we eerst eventjes de luisteraar meenemen in wie jij bent en wat jij doet. Oké. Nou, beste luisteraar, mijn naam is Kirsten van Kempen. Ik ben 28 jaar oud en ik werk als conservator cultuurhistorie bij het Limburgs Museum in Venlo. Ja. Hoe ben je daar ingerold? Ja, echt gerold. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Toen heb ik een master gedaan in Amsterdam om museumconservator te worden. Ik wilde eigenlijk eerst in het archief gaan werken, maar toen liep ik stage bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. En ja, daar vond ik eigenlijk de objecten veel leuker dan de documenten. Dus toen heb ik een switch gemaakt in mijn hele toekomstplan en ben ik dus voor museumconservator gaan studeren. Ja. Dat heb ik bij het Joods Museum stage gelopen een heel jaar lang en daarna ook nog extra als projectmedewerker. Toen heb ik afgestudeerd, ben ik tijdens de coronacrisis. Dus toen heb ik als ZZP'er overal maar gewoon klusjes aangepakt. Ja. En ja, toen het ene klusje eindigde, kwam er een vacature in het Limburgs Museum. Assistent conservator. Nou, het was eigenlijk voor mij op dat moment in mijn carrière perfecte stap eigenlijk. En dat werd ik toen voor dus de tentoonstelling waar we het net al kort over hadden. Ja, de Zonnekoning en Oranje. Ja. Daar zochten ze voor 3 dagen in de week een assistent. Van Pepijn Reeser, die was destijds ook conservator cultuurhistorie dus in Venlo. En dat mocht ik worden. En ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Dus nu werk ik al bijna 3 jaar in Venlo. Oh ja, ja, ja. Dus de tentoonstelling, en dat is misschien wel handig voor mensen, omdat ik er zelf ook niet zo'n heel duidelijk beeld van heb. Ik weet wat een archivaris doet, ik weet wat een historicus meestal doet. Ik weet niet wat het verschil is tussen een conservator en een curator. Want in mijn hoofd, als ik hoor conservator, dan denk ik toch meer iemand die zorgt dat dingen duurzaam bewaard kunnen blijven. Maar daar win je natuurlijk niet mogelijk een prijs voor. Nee, het is een beetje, hoe wordt het woord gebruikt in het Engels en in het Nederlands? Dus in het Engels heb je het over een curator, dat klopt. En ook over een conservator. In Nederland zijn die termen een beetje aan elkaar blijven plakken onder de noemer conservator. En dan verschilt het eigenlijk heel erg per instelling welke invulling daaraan wordt gegeven. Dus er zijn ook musea waar een conservator echt veel meer op de objecten zit. Dan kun je conservator 18e eeuwse houten meubelen zijn bijvoorbeeld. Ja. Dan ben je ook veel meer bezig met de staat van de objecten. Bij ons is het meer overkoepelend. Dus wij zijn meer echt inhoudelijk op zoek naar verhalen bij de objecten. En inderdaad ook aan het cureren. Dus bij een tentoonstelling ben je een verhaal aan het samenstellen echt. En dan heb ik collega's van collectiebeheer die veel meer bezig zijn met het beheer en behoud van de objecten bij ons in depot. Ja, en dus vanuit de opleiding die je hebt genoten, proberen ze je aan te leren hoe dat je een soort van sluitend verhaal kan vormen op basis van museumobjecten. Ik ben heel simpel, want ik ken de opleiding niet en het is ook de eerste keer dat ik iemand interview die echt vanuit zo'n opleiding komt. Dus ik probeer vat te krijgen op wat leren ze je dan aan, wat leer je op de werkvloer en wat doe je dan uiteindelijk? Dus eigenlijk leg je wel de vinger op de, nou niet zozeer een zere plek, maar wel, het is niet zo'n eenduidige weg naar het conservatorschap. Ja. Dus het is echt een vak eigenlijk dat je moet leren. En wat die master doet, die heet Curating Art and Cultures. Die is dus in Amsterdam te volgen en de VU en de UvA organiseren hem samen. Ja. Is eigenlijk echt binnen de kunstgeschiedenis ontstaan, maar sinds een aantal jaar willen ze veel meer interdisciplinair werken. Dus mocht ik als historicus het ook volgen. Ja. En wat ze daar doen is, je krijgt een aantal vakken over museologie. Dus eigenlijk gaat het heel erg over hoe analyseer je tentoonstellingen, hoe zie je die in een breder verband binnen een museum, binnen de maatschappij. Het gaat heel erg om leren kijken naar tentoonstellingen, daar mening over vormen. En de stage is het belangrijkste onderdeel van de master. Dus Een heel kalenderjaar krijg je een stageplek, 4 dagen in de week, bij de aangesloten musea. En dat zijn wel echt de grotere musea in Nederland. Ja. Daar volg je die master eigenlijk voor. Want als je conservator wil worden, dan moet je gewoon praktijkervaring opdoen. Je moet echt leren te vertalen naar het publiek van het museum. Je moet dat doen door het goede teksten te leren schrijven. Ja, je moet
ja, leren hoe je objecten kunt interpreteren. Er zit ook een stukje beheer en behoud in. Maar het is een beetje afhankelijk van welke stageplek je krijgt, hoeveel nadruk welk aspect krijgt. Dus yeah, dat speelt een beetje mee. En in het Joods Museum, waar ik dus een jaar lang stagiair was, hadden ze echt een afdeling collectiebeheer en een afdeling tentoonstellingen. En ik viel meer onder die tweede noemer. Mm-hmm. Dus heb ook meer meegekregen van het inhoudelijke werk achter een tentoonstelling. Ja, ja, ja. En wat je eigenlijk probeert te doen dan in zo'n rol, is binnen een bepaald thema waar rond dat het een tentoonstelling wordt opgebouwd, kijken van, goh, welke stukken hebben we zelf? Welke stukken kunnen we mogelijk in bruikleen krijgen om een sluitend verhaal te vertellen? Ja, ja. En het is een hele dans eigenlijk met de omstandigheden waarin je de tentoonstelling maakt. Dus het is anders dan als je een boek schrijft waar je veel meer controle hebt over welke passages je wel of niet kunt opnemen. Ja. Als je een tentoonstelling maakt, dan kun je een heel... Ja, eerst kom je met een concept en dat is je ideaalbeeld. Mm-hmm. Daar wordt dan met management, met educatie en met communicatie ontzettend ook nog aan geschaafd. Dus ik kan wel een heel idee bedenken, maar dat moet ook nog toepasbaar zijn en passen bij de instelling. Ja, ja, ja. En dan ga je kijken, oké, hoe haalbaar is het om dit te realiseren? Dus ook qua budget natuurlijk, neem budget, ik aan. Budget, zeker. En ook, wat is er nog qua materiaal over? Want tentoonstellingsbezoekers, die willen toch de echte objecten zien. En je kunt altijd in de vormgeving prachtige dingen doen met digitale beelden gebruiken, dingen nalaten maken, echt goede reproducties. Of je laat grote blow-ups maken. Dat, soms kan dat juist voor een klein object heel goed werken, dat je het een keer heel erg uitvergroot. Ja, ja, ja. Maar ja, daar komen mensen niet altijd voor naar een museum. Die zijn toch gewend dat als zij een museum binnenstappen, dat ze de authentieke objecten gaan zien. Ja, ja. Een van de ambities van het Limburgs Museum is natuurlijk wel om echt zo een digitaal museum op te bouwen online. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een spanningsveld waarmee dat je te maken hebt. En ik hoor dat ook wel bij mensen. Het is heel goed om dat te hebben. Het werkt drempelverlagend. Maar uiteindelijk hopen ze toch nog dat mensen gewoon zelf echte voorwerpen komen bekijken in een museum. En natuurlijk kunnen die twee werelden langs elkaar bestaan. Maar er is inderdaad zoiets als een... Ja, binnen de historische wetenschap noemen ze dat historische ervaring. Hè? Het idee dat je rechtstreeks connectie hebt met dat verleden. Waarom heb jij de keuze gemaakt om vanuit geschiedenis dan toch die overstap te maken naar conservator/curator? Je studeert geschiedenis omdat je het heel spannend vindt en omdat je het leuk vindt om deze verhalen te leren. Maar hoe ga je het vervolgens concreet... Ja. Toepassen in je leven. Voor mij was dat altijd wel het vertellen van verhalen. Dus het maken van een connectie met anderen. En daarmee hopelijk ook wat bijdragen aan hun blik op de maatschappij. En ik vond dat dan leuk. Kijk, dat kan je op heel veel manieren doen. Binnen de journalistiek of binnen een archief. Of door een boek te schrijven. Maar ik vond dat echt heel leuk om te doen met objecten. Ja. En nou ja, dan is het museum gewoon de plek bij uitstek. En voor mij... wat ik heel belangrijk vind, en dat zie je ook wel een beetje in de instellingen waar ik heb gewerkt, is het idee dat iedereen wel een verhaal heeft dat in een museum thuis hoort. Ja, en ja, soms ben ik ook een beetje aan het vechten tegen het idee dat mensen hebben van wat een museum is. Dus er zijn mensen die denken, een museum, daar staan dure, zeldzame dingen op een voetstuk. Mm-hmm. En daar heb ik niet zo heel veel mee te maken. Maar dat spreek ik echt tegen. Ik denk dat iedereen thuis wel een object heeft of een verhaal wat museumwaardig is. En dat vind ik ook leuk om aan mensen te laten zien. Van, word onderdeel van het verhaal hier. Word onderdeel van de geschiedenis. Ja, ja. Dat idee van de microstoria, hè? Eigenlijk van dat kleine verhaal, dat past binnen natuurlijk een veel, veel groter geheel. Wat niet wegneemt dat je nog altijd een aantal topstukken hebt. En iedere tentoonstelling heeft die ook wel nodig om mensen... over de drempel te trekken om ook feitelijk te komen kijken. Maar wat je dan vervolgens gaat doen zodra mensen in het museum zijn, daar heb je best wel veel... daar kan je veel sturing aan geven, vermoed ik als conservator. En ook letterlijk de... Ja goed, in de commercie noemen ze dat de customer journey. Hè? Ik weet niet hoe ze dat noemen in de museumwereld. Maar hoe komt iemand binnen? Wat gaan ze zien? Wat is de beleving? Eventueel, wat kunnen ze horen? Daar moet je dan ook heel goed bij nadenken. Een tentoonstellingszaal is een vloer met een aantal muren. Mm-hmm. Dat is het. Ja, en daarbinnen ja, is bij iedere tentoonstelling opnieuw over iedere centimeter nagedacht. Welke tekst staat waar? Wat is de hoogte? Hoe verhouden verschillende
vitrines zich tot elkaar? Hoe loopt iemand misschien er doorheen? En dat is... De bedoeling is dat je het niet realiseert. Ja. Als je dus door een tentoonstelling loopt. Dat het eigenlijk heel natuurlijk gaat. Maar om die ervaring zo te creëren. Om iemand het idee te geven dat hij eigenlijk heel organisch een verhaal tot zich neemt. Moet je daar heel veel denkwerk achter steken. Ja. En dat doen we ook zeker samen met ruimtelijke vormgevers en grafisch vormgevers. En wat je zegt klopt ook als je het hebt over microhistorie versus topstukken. Topstukken ben ik gek op, maar zijn er ook een beetje om je aan te vergapen. En dingen die toch in onze cultuur vaak echt topstukken worden, dat zijn geen alledaagse objecten. En het leuke is om de topstukken te combineren met het alledaagse. Dus de bezoeker vergaapt zich aan de pracht en praal, maar in het alledaagse herkent hij zichzelf misschien meer. En soms dan kun je ook een topstuk gebruiken in vormgeving om dus... mensen hun blik ook op het alledaagse te laten vestigen. Dus in De Zonnekoning en Oranje hadden we heel veel stukken van het HCL, waar we nu zijn, in de tentoonstelling opgenomen. Maar archiefstukken zijn heel lastig om tentoon te stellen. Ze zijn vaak niet heel kleurrijk. Hebben het over een tentoonstelling over de 17e eeuw, dus niet altijd heel makkelijk te lezen. En als het handschrift leesbaar is, is het taalgebruik dat misschien ook nog niet. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen stilstaan, dat ze letterlijk stilstaan en dus hun blik vestigen op deze stukken. Yeah. En wat we hebben gedaan is een hele grote ronde vitrine creëren met in het midden een prachtig kamerscherm uit onze collectie. Echt een topstuk. Een aantal schilderijen. Een schilderij van een grote brand in Tongeren. We hadden een werk uit het Louvre. Dat stond in het midden. Dat trok het oog. En terwijl je erop afloopt, loop je eigenlijk tegen de ronde vitrine om die stukken heen, waar dus de archiefstukken van het HCL lagen. Dat is een concreet voorbeeld van hoe je allerlei elementen bij elkaar brengt om dus grote verhalen, kleinere verhalen te vertellen, maar dat ook heel organisch te laten verlopen. En dat vind ik gewoon een hele leuke uitdaging. Ja, kan ik me voorstellen. Want er is dan ook een geëikte procedure die je min of meer moet volgen, neem ik aan. Een voorontwerp wordt gemaakt, dat moet besproken worden. De vormgevers moeten daar ook bij betrokken worden. Niet alleen het verhaal, maar dat je zo van... Misschien ook een soort van tijdslijn of een soort van ervaring uit kan puur, maar ook waar plaats je het, op welke hoogte moet het hangen. Het is een hele puzzel die in elkaar gelegd moet worden. Ja. En waar begint het mee? Het idee, jij was aangenomen eerst en vooral als tijdelijke medewerker, neem ik aan, om specifiek rond die Zonnekoning te ondersteunen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat laten ze je eerst doen? Ik denk, dan moet ik even een beetje graven. Pepijn Racer, dat was eigenlijk de senior conservator in dit project. Die had al een heel concept liggen. Die is ook heel ervaren vanuit het Amsterdam Museum met het maken van grote historische tentoonstellingen. Hij heeft ook boeken geschreven. Dus die had echt al wel een eerste verhaal liggen. Maar dat had veel meer vlees op de botten nodig. Dus dan ga je kijken naar, aan de ene kant... verhalen lezen, onderzoek doen. Dus echt gewoon boeken lezen. Luc Panhuis is natuurlijk het belangrijkste boek geweest. Oranje tegen de Zonnekoning. Maar ook andere biografieën, bijvoorbeeld van Willem III. Verschillende perspectieven. De Self-Fabrication of Louis XIV. Is natuurlijk een heel interessant boek. Ja. Over hoe hij zijn eigen imago heeft vormgegeven. Dat is echt nog het historische onderdeel. Tegelijkertijd doe je onderzoek naar allerlei instellingen, in dit geval in Europa, waar je dus stukken zou kunnen lenen. Ja, en daar ben je zo erg van afhankelijk, want in De Zonnekoning en Oranje hadden we... hoeveel zullen het er geweest zijn? Het aantal stukken uit onze eigen collectie was op 200 te tellen. En de rest kwam allemaal van buiten. En dat kon uit Nederland zijn, maar dat kon ook uit Duitsland zijn, België, Italië, Frankrijk. En dat is wel heel lastig. Want je bedenkt, ik wil graag dit object lenen. Dan ga je misschien eerst informeel contact leggen. Dan is er een hele dans die je moet doen eigenlijk. Afhankelijk van de instelling. Dus we hadden bruiklijnen van het Paleis van Versailles. Daar zijn echt Pepijn en onze directeur Bert Mennings in pak naartoe gegaan. Om te lobbyen, gesprek face-to-face te voeren. Dat is anders dan het Rijksmuseum, wat nog steeds een prestigieus museum is, maar wat... Ik denk wel wekelijks bruikleen aanvragen van andere instellingen in Nederland krijgt. Met gewoon een hele duidelijke procedure. Het is ook een cultuurverschil.
Ik vond het zeer veel makkelijker om bij een Nederlandse instelling iets aan te vragen dan bij een Franse. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Dus je bent misschien ook op zoek naar contactgegevens. Afijn, er gaat heel veel uur zitten in het contact leggen met bruikleengevers. En dan stuur je een brief met een verzoek. En dan zet je in die brief waarom je ook zo graag dit object wil hebben. Wat het belang is. En dan is het echt een kwestie van wachten. En dat kan maanden duren. Dat is super lastig. Want maar dan heb je tegelijkertijd ook een alternatief in gedachten. Een optie B als het niet zou doorkomen. Als het mogelijk is, ja. Dus dat hadden we zeker. Ik weet nog voor een concreet voorbeeld voor de Zonnekoning en Oranje hadden we een schilderij op het oog van Lodewijk de 14e, ongeveer uit 1672. Dan zit hij zo lang uit op zo'n stoel met grote rode gele kleding. Heel beroemd schilderij, een portret van hem ten voeten uit bij het paleis van Versailles. Maar ja, toen we dat op tafel legden als optie, toen werd dat eigenlijk meteen weggelachen. Okay. Nou, dan weet je gewoon, dat kunnen we afschrijven. Dat wacht hem niet. En dan denk je, oké, alternatief. Dus we hadden, ik geloof, 3 schilderijen als alternatief. In Doornik, een heel groot ruiterportret. En we hadden nog in een kasteel in Frankrijk. Ik geloof op 2 andere plekken in Frankrijk ook een heel groot ruiterportret van Lodewijk de 14e. Ja, ja. Tot onze verbazing zeiden alle 3 de instellingen dat we het mochten lenen. Okay, maar ze hadden allemaal hun eigen. Er zaten overal eigen haken en ogen aan. Eentje moest volgens mij door het dak worden getakeld. Jongen. Toen dachten we, nou, misschien maar beter niet. Maar in Doornik zeiden ze, jullie mogen het lenen, maar het behoeft wel restauratie. Dus dan moeten jullie daaraan meebetalen. Dat kan ook gebeuren. Ja, ja, ja. Dus dat zijn allemaal gesprekken die je moet voeren. In dit geval was dat eigenlijk wel heel betaalbaar voor ons. En dat is ook het schilderij dat in de tentoonstelling is gekomen en ook op de poster heeft gestaan. Ja, 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 ja. Maar zo ben je altijd op zoek naar inderdaad alternatieven, ook voor archiefstukken. Eigenlijk alle werken op papier mogen maar 3 maanden in een tentoonstelling liggen. Maar de tentoonstelling duurde 6 maanden. Dus voor alles van papier hadden we een volledige set wissels nodig. Ja, ja, ja. Ja. Dus, en dat is omwille van blootstelling aan licht. Aan licht. Ja, 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 tuurlijk. Ja, ja. Dus licht in 50 lux. Dat is goed te doen, vind ik altijd. Sommige mensen vinden dat donker. Mm-hmm. Het ligt ook vaak een beetje in een lage vitrine. Dan krijg je weer schaduw als mensen er overheen buigen. Ja, ja, ja. Dus dat zijn allemaal praktische dingen. Ja, ik kan heel veel voorbeelden geven. Maar ik kan niet anders zeggen dat het een grote puzzel is die je gaandeweg legt. En waarin je ook moet afwachten. We hadden bijvoorbeeld in Engeland ook heel veel dingen aangevraagd. Maar ook uit het bezit van Prins Charles. Maar daar kwam eigenlijk al snel uit van, nee, we zijn veel te druk met zijn kroning en we hebben geen tijd. Ja. Dus daar ben je dan van afhankelijk. Ja. Dus uiteindelijk hebben we uit Engeland niks geleend. Maar dat had zomaar gekund. En daar kom je dan, wisten we dat echt zeker? 6 maanden voor opening, 8 maanden voor opening. Nou, dan moet alles weer uit de vormgeving worden gehaald. Ja, ja, ja. Tot het aan de spijker hangt. Bij ons in de zaal ben ik wel gespannen. Ja, kan ik voorstellen. Daarna dan is het goed. Ja, want het is in dat opzicht natuurlijk een heel, heel diverse job. Maar je hebt ook constant te maken met deadlines. En deadlines die mogelijk verschuiven. En heel veel invloeden van buitenaf die ervoor kunnen zorgen dat iets wel of niet lukt. Waar dat je niet altijd zelf controle over hebt. Dat is soms moeilijk, want dan moet je het ook voor een stuk uit handen geven, omdat het gewoon niet anders kan. Ja. Zij beslissen, totdat ze besloten hebben, kan je misschien eventjes niet verder op een bepaald punt. Dan moet je de focus even op iets anders leggen. Dat is het. Met welke expositie ben je nu bezig? Mag je daar iets over zeggen? Even nadenken. Nou, wij zijn bezig, daar mag ik zeker wel wat over zeggen, met eigenlijk een hele herinrichting van de vaste opstelling. Oké. Want we hadden altijd in het Limburgs Museum op de benedenverdieping een grote archeologische opstelling. Die staat er ook nog. Mm-hmm. Maar op de verdieping daarboven had je, dat eigenlijk begon bij de middeleeuwen, religie in de middeleeuwen, en dat liep tot het heden. Ja. Een hele grote cultuurhistorische opstelling. En die is vorig jaar, of misschien zelfs het jaar daarvoor al, volledig ontmanteld. Ook om ruimte te maken voor de Zonnekoning en Oranje. Ja. Maar ook omdat bepaalde langdurige bruikleencontracten afliepen. En ja, die ruimte gaan we nu weer vullen. Dus okay. Er komt eigenlijk een volledig nieuwe opstelling. Echt voor, langdurig, misschien wel 10 jaar. Over de geschiedenis van Limburg.
ik zou zeggen vanaf de vroege middeleeuwen tot ja. nu. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, ja, je kunt je voorstellen dat dat gewoon een gigantische grote puzzel is om te leggen. En het voordeel is dat we nu niet zo afhankelijk zijn van externe. Nee, want het is eigen collectie. Onze eigen collectie. Ja, ja. Alleen, ja, je bent met een heel team en ja, ga maar even het verhaal van Limburg vertellen. Dus je moet volledig voor jezelf definiëren wat dat dan moet zijn. Ja. Welke thema's belangrijk zijn, hoe je het structureert, waar een bezoeker begint, hoeveel voorkennis een bezoeker heeft. Superleuk. En ook het krijgt een combinatie van een groot verhaal, een soort longue durée, maar ook heel veel. Ja, een object is op zichzelf bijna altijd een soort microverhaal. Dus dat moet je dan in elkaar passen. Ja, ja, ja. Dat is, daar zijn we eigenlijk nu als team druk mee. En is het dan ofwel vanuit jullie collectie of een bewuste keuze om niet eerder te beginnen dan de vroege middeleeuwen? Want als je zegt vroege middeleeuwen, dan zeg je eigenlijk ook ja, dus de neergang van het Romeinse Rijk. En de Romeinen hadden hier best wel wat invloed. Maar goed, er is natuurlijk het Termenmuseum. Wordt er dan ook een keuze gemaakt van goh, laten we het niet in die Romeinse tijd beginnen, omdat daar al een museum is dat mensen bedient? Laten we vanuit de vroege middeleeuwen. We hebben dus dat al ook grotendeels in onze archeologische opstelling. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik denk heel ver terug als ik ga over natuurlijk, de meeste bronnen die je hebt voor die Romeinse, die Gallo-Romeinse periode is archeologisch materiaal. Ja, dus dat verhaal, bijvoorbeeld de Romeinse villa's in het zuiden, prachtige vondsten van. Ja. We hebben het spannende mikwe dat geen mikwe bleek te zijn. Ja. Maar dat zegt weer wat over archeologisch onderzoek op zichzelf. Maar ja, die opstelling die blijft. Maar ook daar is het een puzzel. Want hoeveel haal je daaruit om boven neer te leggen? Ja. Hoeveel laat je zitten? Maar ik heb een hele bekwame collega conservator archeologie, Bibi Beekman, die ja, ook echt ieder scherfje in ons depot kent en daar veel meer zorg voor draagt. En samen met Remco Bekkers ben ik conservator cultuurhistorie. Dus ik zeg wel eens een beetje oneerbiedig. We hebben een afdeling archeologie, een afdeling bewegend beeld en de rest. Maar dat is ook wel zo. Dus daarom zijn Remco en ik ook met z'n tweeën of zo dat we dat kunnen managen. Ja. Ja, vaak als mensen denken over geschiedenis, dan zien ze het toch een beetje als een soort van homogeen blok waar dat wat van alles onder valt. Terwijl aan de Nederlandse middeleeuwen zijn 1000 jaar kan je gewoon indelen in de vroege, de hoge en de late middeleeuwen, waar dat ieder expert van kan zijn van telkens die periodes. Ja. Dus het is dan wel moeilijk, want je moet dan wel in zekere zin een generalist zijn. Ja. En breed inzetbare kennis over zowat alle periodes die volgen op de neergang van het Romeinse Rijk eigenlijk. Dat raakt ook echt aan een discussie die op dit moment in de conservatorenwereld speelt eigenlijk. Een soort switch van de conservator als expert naar naar een conservator als generalist eigenlijk. Ja, ja. En wat je wel ziet is dat oudere senior conservatoren vaker echt expertise hebben op een vrij specifiek gebied. En dat jongere conservatoren steeds vaker meer generalistisch bezig zijn. Ik denk ook dat het ermee te maken. Ja, ik prefereer dat ook, omdat onze collectie, als ik het even puur op het Limburgs Museum betrek, die is ook beperkt. We hebben 100.000 objecten, dus in die zin is het niet beperkt. Maar als je kijkt naar door wie is dit verzameld en welke verhalen kunnen we hiermee vertellen, dan liggen er ook heel veel gaten. Ja, ja, en dan raakt het ook aan bij mijn andere baan voor het online museum, waar we dus verhalen van Limburgers willen verzamelen. Mm-hmm. En dat die dialoog, die aangaande dialoog die we eigenlijk met de gebruikers van dat online platform voeren, die helpen ook echt om te denken, oh, maar iemand stuurt hier een verhaal in over een onderwerp waar ik eigenlijk helemaal geen object uit onze collectie bij kan verzinnen. Dus dan krijg je een beetje zo'n signaal van, oh, misschien moeten we hier wat actiever op gaan verzamelen. Ja. Want de acquisitie, als het gaat over de vaste collectie, er zijn al 100.000 of meer dan 100.000 stukken, maar dat loopt nog altijd, die procedure. Ja, voortdurend. Dan moet ik wel zeggen dat wij, laat ik voor mezelf spreken, ik zou best wel wat actiever willen verwerven. Mm-hmm. Op dit punt hebben wij mailbox, de mailbox collecties uit limburgsmuseum.nl. En daar krijgen wij wekelijks mails van mensen die ons dingen aanbieden. Ja. Alleen, daar blijft het een beetje bij. En er zitten soms geweldig interessante dingen in. Ook dingen waar we misschien 13 in een dozijn van hebben. Ja, ja.
Maar de vraag is een beetje wie vindt die mailbox. Dat zijn ook een beetje misschien dezelfde types mensen, trotse Limburgers. Ja, 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 ja. Die ook al wel een object zien en zelf kunnen bedenken dat het interessant maken. Is voor een museum. Ja, ja. En wat we meer zouden moeten gaan doen is echt kijken naar de maatschappij. Wat brengt die voort en hoe kunnen we daar stukken van grijpen en nu ja. verwerven. Dat hedendaagse verwerven, dat zouden we wel meer moeten doen. Ja, ja. Ja. Ja, het is moeilijk om daar een lijn op te trekken, omdat zodra dat je begint te verwerven, kan je in principe alles. Hè? Zoals je al zei, alles verdient in principe een plekje in een museum. Iedereen heeft thuis wel iets liggen. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat de mensen die dingen aan willen draaien, dat daar toch wel heel veel 20e eeuw en 19e eeuw in zit. Dat je misschien iets minder aanmelding krijgt voor die eerdere periodes. Dat zie je in de geschiedschrijving ook. Hè? Als studenten mogen kiezen waar dat ze een scriptie over schrijven, dan zit dat toch vaak in die hedendaagse geschiedenis. Ja. Waardoor dat zeker een periode als de vroege middeleeuwen, daar is eigenlijk heel weinig over gekend. Veel minder nog dan van de Romeinse tijd, omdat er gewoon veel minder studies ook over gebeuren. En natuurlijk ook een periode waar dat minder te boek werd gesteld op het moment dat die administraties in elkaar zakken. Dus de vaste opstelling, daar wordt nu aan gewerkt. Is er ook een nieuwe tijdelijke opstelling waar dat aan gewerkt wordt? Er openen in oktober twee tijdelijke tentoonstellingen waar ik inhoudelijk niet aan heb meegewerkt, maar dat is Hete Vuren. Dat is een samenwerking met het Rijksmuseum. Dus het Rijksmuseum laat een groep schilderijen eigenlijk naar een aantal provinciale musea reizen. Ja. En die provinciale musea die mogen daar een verhaal mee maken in dialoog met eigen collectie. Ja, ja. Dat is een project waar we wat later bij zijn aangesloten. Dus er zijn al een paar edities geweest. Hoge luchten, iets van woeste wateren of wilde wateren, zoiets. Het zijn allemaal elementen. Ja, ja. Dat is en voor Limburg wel iets meer te doen na de overstroming in 2021. Nou ja, wat dat betreft misschien een gemiste kans. Maar dus de hete vuren komen eraan. Ja, ja, ja. En ook dat is wel heel leuk, want wat er uit het Rijksmuseum komt, dat zijn bepaald soort genre stukken, veel huiselijke taferelen, misschien ook wel een beetje Hollandse taferelen. Ja. Mensen naast kachels, pijp roken. En ja, wij hebben ook wel misschien wat vurig geweld in de collectie zitten. Als je het hebt over industrie, over de kolenmijnen, maar ook over de oorlog. Dan kunnen we daar wel een spannender verhaal van maken. Ja, ja, ja. En daar is mijn collega Remco heel druk mee bezig geweest. En wat we dus ook krijgen is Romeinse villa's in Limburg. Ja, ja, daar had ik al iets van horen waaien. Dat is ook een samenwerking, maar dan met het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Ja. Na het Rijksmuseum voor Oudheden hebben wij eigenlijk een van de grootste archeologische collecties van Nederland. Wel ook deels uit het Limburgs Provinciaal Depot, maar goed, wat wij tentoonstellen is wel groot in vergelijking met de rest van het land. En ja, die tentoonstelling is daar nu net afgebroken, Romeinse villa's in Limburg. En die komt dus naar Venlo in oktober. Ja. Oh ja, oké. Okay. Het is wel interessant om te horen dat jullie dus werken rond bepaalde thema's. Hè? Dat een nationaal thema, omdat het mij doet denken aan de maand van de geschiedenis. Oh ja. Dat is altijd in oktober. En het is eigenlijk wel heel leuk, want ik merk het ook bij het SHCL, om op basis van zo'n thema dan eens te kijken naar de eigen collectie en te denken van, goh, wat kan je hier nu mee? En vaak worden ze breed ingekaderd en kan je er altijd wel iets mee. Maar het vereist wel een bepaald soort van creativiteit om dan vanuit zo'n kader in de eigen collectie te puren. Dus dat is wel heel leuk, vind ik altijd, om bij aan te sluiten. Ik weet niet of jullie ook activiteiten voor de maand van de geschiedenis doen. Dat kan ik me niet voor de geest halen. Ik moet eerlijk bekennen dat meer een beetje bij onze marketing en communicatie in is gebed. We hebben voor het online museum wel oog op, maar ik denk dat, ja, als ik heel eerlijk ben, de feiten ons hier een beetje aan het inhalen zijn en we daar niet echt aan toe zijn gekomen. Ja, ja. Het was ook het echt of nep was ook het thema. Ja, het thema van dit jaar. Ja, 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 ja. Soms dan is er iets en dan gaat er ook niet meteen een lamp bij ons branden. Maar wat we wel doen, los van de maand van de geschiedenis, is dus proberen met andere blikken naar onze. Dat herken ik wel heel erg. Hoe leuk het is om naar je collectie te kijken. Ja, kan me wat we nu dus, kan wel een voorbeeld ook geven vanuit het online museum. Want we nodigen mensen uit om een verhaal te delen via een inschrijfformulier. Mm-hmm. Heel toegankelijk. Maar wat we ook doen is samenwerken met co-creators. Dus we hebben 5 initiatieven uit Limburg gevraagd. En die krijgen online echt een pagina van ons en een bedrag. En die kunnen dat dan vullen. Ja, ja. En daar hoort Fashion Clash bij. Dat komt uit Maastricht. Dat is eigenlijk een festival op het snijvlak van kunst en mode. En ook wel queer identiteit. En die maken dus ook een verhaal over
queer identiteit voor ons online museum. Ja. Maar die vinden het ook leuk om in onze collectie te kijken. Dus dat is voor mij wel een uitdaging. Ik ben dan vaak soms een soort collectiemakelaar. Dus dan probeer ik een vrager met ons aanbod te matchen op een bepaalde manier. Ja. En in dit geval vroegen zij dus naar voorbeelden van drag bijvoorbeeld in onze collectie. Maar dat werkt bij ons zo niet. Ik kan niet echt drag als trefwoord invullen. Ja, natuurlijk. Ik ben volledig afhankelijk van wat voorgaande collega's voor termen hebben gebruikt om onze collectie ook te beschrijven. Ja. Maar ja, dan ben ik in gesprek met zo'n co-creator en dan denk ik, goh, eigenlijk hebben we best wel drag in de collectie. Je moet het alleen, het is niet als dusdanig benoemd. Als je het bijvoorbeeld hebt over de pruikentijd, heren met gigantische pruiken, uitbundige kleding, kunstmatige moedervlekken. Ja, dan kun je daar best wel een lijn met de hedendaagse dragcultuur trekken. Ja, ja. Of als je het hebt over non-binariteit, we hebben een heel beroemde Romeinse fresco. Daar staat een gezicht op. Iemand met blonde haren. En heel veel mensen zeggen eigenlijk altijd meteen dat het een meisje is. Nou, onderzoek heeft aangetoond dat het een jongetje is. Maar ja, eigenlijk doet het er niet toe. Het is een heel neutraal gezicht. Dus die thema's, die queer thema's, daar kun je onze collectie echt wel bij matchen. Maar het is heel leuk, maar het vereist wel wat tijd en ook wat creativiteit om te denken, oh, eigenlijk hebben we meer inhoudelijk gekofferd dan we denken. Ja. Dus dat is ook echt een meerwaarde van dit online project. Dat dus zo'n co-creator helpt om een beetje weer nieuw licht te schijnen op wat wij in huis hebben. Ja, ja, dat ik met een vers paar ogen eigenlijk kijk naar wat je al hebt in de collectie. Dus dat is wat er in de toekomst komt. Hè? Die twee tijdelijke opstellingen, dan de vaste collectie. En natuurlijk, en daar heb je daarnet ook al over gehad, dat online museum. Dat nu echt gestart is, dus een tijdje geleden stond het in de startblok. Het is nu echt officieel gestart. En wat jullie van plan zijn, want ik vind het nog wat amorf om echt greep op te krijgen. Snap ik. De bedoeling is om vooral verhalen op te halen en die te koppelen aan voorwerpen. Alleen de verhalen kan ook. Ja, dus koppelen aan voorwerpen is een optie. Ja. Het idee is eigenlijk, er is een we willen participatiever zijn. Participativiteit is een heel groot woord op dit moment. Ja, in de musea ook. Het verdrag van Faro is ook nu ondertekend door Nederland. Dat gaat ook over als museum openstaan voor burgers. En ook het feit dat er ook erfgoed kennis en expertise is bij burgers. Mm-hmm. En hoe haal je dat op? En in dit geval hebben we dus het online museum gemaakt. En wat wel belangrijk is, is dat het online museum is echt een op zichzelf staand iets. Het is geen digitale weergave van wat bij ons op zaal in Venlo te zien is. Ja. Er is natuurlijk overlap, maar het moet echt een eigen platform zijn, een eigen pijler. Dat vind ik ook heel aantrekkelijk om eraan mee te werken, want ik heb toch in mijn niet super lange carrière best wel wat online initiatieven gezien die een beetje een stille dood ook sterven, omdat ze als project worden behandeld. Omdat ze dus een opleveringsdag hebben, dan wordt er de champagne ontkurkt. Ja, en dan is het min of meer klaar. En dan wordt het een paar maanden gebruikt en dan verwatert het. Helaas, want er gaat superveel energie insteken. En bij ons is dat wel anders. Wij zijn echt wel structureel daar ook fondsen voor aan het werven, zodat het blijft. En wat we doen is, we zeggen eigenlijk, de verhalen van mensen die nu in Limburg leven, die zijn onderdeel van het erfgoed. Ja. En we proberen die dus ook zo te maken. Via participatie. En wat eronder ligt, is de Me to We-theorie. Je hebt Nina Simon, dat is een Amerikaanse conservator, educator. Die heeft een boek geschreven, The Participatory Museum. Mm-hmm. En ze zegt eigenlijk, in een museum is vaak de ervaring, hoe meer mensen er zijn, hoe vervelender je museumbezoek wordt. Want je staat elkaar in de weg, je hebt de bottlenecks, er zijn geen kluisjes beschikbaar. Dat was heel lang de teneur. Zij heeft echt nagedacht over, hoe zorgen we ervoor dat juist doordat er meer mensen komen naar een tentoonstelling, dat ook bijdraagt aan elkaars ervaring. Ja, ja, ja. Ze geeft, als ik uit mag wijden, ze geeft een heel leuk voorbeeld van een tentoonstelling over Mars. Mm-hmm. Ik weet even niet in welk museum het was, maar het ging over reizen naar Mars. En aan het begin van de tentoonstelling heb je twee deuren. En de ene deur, daar staat boven, of de vraag is, zou je naar Mars willen reizen? En de ene deur is ja en de andere is nee. En boven de deuren hangt een teller.
En als je dus door een deur loopt als bezoeker, dan gaat de teller 1 omhoog. Ja, ja, ja. En aan het begin van de tentoonstelling kun je dus zien dat de bezoekers die jou voor zijn gegaan, die hebben dus grotendeels ervoor gekozen van, oh, ik zou best naar Mars willen reizen. Nou, bezoekers maken hun eigen keuze, lopen naar binnen, leren de verhalen over reizen naar Mars en waarom je het wel of niet zou moeten willen. En aan het einde wordt dezelfde vraag opnieuw gesteld. Okay. Opnieuw met een teller. En je ziet dus dat veel meer mensen door de nee-deur zijn gelopen. Yeah. En wat het dus toevoegt is eigenlijk, doordat mensen interactie hebben met de tentoonstelling, voegt het ook iets toe aan de beleving van de mensen die na hun komen. Yeah, yeah, yeah. Want niet alleen denken ze, oh, meer mensen willen naar Mars dan ik wil, of zoiets dergelijks. Maar je krijgt extra informatie, omdat je dus aan het einde ziet van, oh, nu mensen beter weten wat het betekent om naar Mars te reizen. Ja, liever niet. Gaan ze liever niet. Ja, yeah, yeah. Dus dat is een soort van wat ze eigenlijk vindt dat ieder museum moet proberen na te streven. Kijken hoe je door interactie met jouw tentoonstelling, met jouw erfgoed, ja, de bezoekerservaring blijvend kan verbeteren. En er zijn al soort levels in, een soort van 5 niveaus. En het laagste niveau is mensen zijn simpelweg aan het consumeren. En het hoogste niveau is mensen hebben interactie met de tentoonstelling en gaan in dialoog over, ja, de tentoonstelling. Ja, ja, ja. En ons online museum is echt een plek waar we proberen om die theorie me to we toe te passen. Ja, ja, ja. Door dus op allerlei verschillende manieren mensen de kans te geven om met het Limburgse erfgoed interactie te hebben. En dat kan zijn door zelf een verhaal te lezen en dat te liken of naar iemand door te sturen. Het kan ook zijn door zelf een verhaal in te sturen. En het liefste heb je natuurlijk dat ze met elkaar gaan praten. Zeggen, goh, heb je het verhaal gelezen? Ja, ik wil nu op basis daarvan ook mijn verhaal delen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus dat is echt de onderliggende gedachte. Ja, ja, ja. Ja, heel interessant. Dus dat is de grote vernieuwing, ja, wens die nu op poten staat en zal moeten groeien. Zijn er nog andere soortgelijke initiatieven die nu aangevat worden? Mag je daar iets over zeggen? Of? Bij ons? Ja, ja, bij jullie. Voor participatie? Ja, ja. Zeker, want wij realiseren ons langzamerhand dat participatie iets is wat je eigenlijk volledig zou moeten integreren in je werkwijze, ja, voor, ja, iedere tentoonstelling. Ja, ja, ja. Alleen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Mm-hmm. Want ja, wat ik wel vaak meemaak is dat de instelling zegt, nou, dan is er participatie. Ja. Dus eigenlijk is dat een soort van afterthought misschien. Ja, ik heb, ja, ja, persoonlijk, ja, een grote hekel aan de post-it-wand. Die dus dan op het einde van een tentoonstelling, ja, hangt, wat waar vond je dan je dus ervan, vooral iets op een briefje kan schrijven, ja, wat op kan plakken. Ik denk, op zich heb ik er niks op tegen als er een goede vraag bij wordt gesteld. Maar het is wel altijd de vraag, wat doet zo'n museum nou met alles wat hier, ja, wordt opgeschreven door, ja, mensen? Dus dat is het niet. En het mag gewoon geen afterthought meer zijn. Het moet gewoon vanaf het begin al, ja, een uitgangspunt zijn. Hoe zorgen we ervoor dat mensen interactie hebben hier? En dan kun je er ook zoveel uithalen als het lukt. Omdat bijvoorbeeld op het gebied van verwerven. En wij hebben nu een werk in uitvoering staan. Dat is een soort van light versie van wat die vaste opstelling zal moeten worden. Ja. Er zitten heel veel vragen in. En ook lege vitrines voor mensen om na te denken. Zou misschien een object van mij thuis hier in deze vitrine kunnen komen staan? Ja. Ja. Hoe verhoud ik mij tot het verhaal dat ze hier willen vertellen? Daar zoeken we heel erg naar. En daar, ja, het heet werk in uitvoering ook letterlijk omdat we uitvoerend bezig zijn met experimenteren. Kijken hoe we mensen zo ver krijgen ook om te participeren. Want, ja, dat is, ja, ook makkelijker gezegd dan gedaan. Zulk, om, ja, mensen te motiveren. Dus werk in uitvoering is daar een soort lab voor. Maar online is daar ook zeker een belangrijke factor in. Omdat het grote voordeel van iets online bewerkstelligen is dat je heel goed kunt meten hoe, of iets werkt of niet. Ja, welke, ja, verhalen doen het goed, welke niet. Ja. We kunnen zien, onze verhalen zijn gebouwd eigenlijk om het beste op je mobiel te worden bekeken. En dan scroll je dus naar beneden. We kunnen ook precies zien wanneer iemand stopt met scrollen binnen, ja, een verhaal. Ja, dus retention. Je ziet van, ja, oh, dit stuk, hier verliezen ze interesse. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Hoeveel mensen op dingen klikken. Dus al die info, ja, die zijn we nu echt aan het, ik wil eigenlijk met een Nederlands woord zeggen, maar kom er niet op, maar aan het harvesten. Ja, en, ja, en, ja, en alles verzamelen. Gaat aan het verzamelen, dankjewel. Gek dat ik het opkwam. Maar goed, aan het verzamelen om dus dat te gebruiken. Ja, 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 ja. Dus dit is nu je 4e jaar? Nee, in december
zit ik er echt 3 jaar. Ja, dan zit je er 3 jaar. Ja. Dus dat is nog heel een begin eigenlijk van een loopbaan. En mijn vraag is dan wellicht wel wat vreemd, want we hebben het net gehad over verschillende initiatieven, participatie dat belangrijk is. Als je nu zelf richting zou mogen geven, heb je dan echt een droomtentoonstelling, expositie die je zou willen inrichten? Ik denk niet dat ik echt een tentoonstelling heb. Dat is het summum. Zo van, als ik die mag maken, dan is me de kroon op mijn carrière gezet. Dat niet. Maar er zijn wel projecten waar je hart meer ligt dan bij het andere. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld de onvergetelijke museumtafel. Mm-hmm. Ik breng even nog een project erin. Maar dat is een soort grote tablet. Die reist van verzorgingshuis naar verzorgingshuis. Ja. En dan kunnen ouderen met onze collectie. Het is eigenlijk voor mensen met dementie. Ja, reminiscentieproject. Exact. Ja. En waar ik heel graag aan zou willen werken is hoe we dat ook op het online museum zouden kunnen vormgeven. Okay, ja. Mensen die bij elkaar gewoon thuis op de bank zonder interventie van een vrijwilliger van ons met een tablet. Ja, zelf mee aan de slag kunnen gaan. Daar ligt wel echt passie voor mij. Mm-hmm. Ik zou ook heel graag een keer, ik hou ook heel erg van misschien lelijke spullen of gekke spullen. Ja. Dus ik zou heel graag ook een keer de tentoonstelling over horror willen maken. Of over enge dingen. Want om het wel een verdiepende laag te geven. We hebben heel veel collectie, volkskundige collectie of oude gebruiksvoorwerpen die we tegenwoordig als eng zouden ervaren. Ja. Een beetje onheimische schilderijen, poppen ook heel erg. Ja. En die komen het depot niet uit. En mensen denken, wat is dat voor ding? Ja. Wat is dat voor fot? Ja. Maar dat, daar zou ik wel veel meer mee willen doen eigenlijk. Ik denk dat Umberto Eco zo'n boek heeft geschreven. Hè? De geschiedenis van lelijkheid of zoiets. Dus, echt waar? Ja. Oh, dat moet ik gaan lezen. Dat is misschien wel een leuke. Ja. En dan in het Frans hebben ze jolie laide. Zo'n term. Zo lelijk dat het weer mooi is. Ja. Dat is ook wel een leuk concept om mee te werken. Ja, geschiedenis van lelijkheid. Ik heb die cover al een paar keer gezien. En iedere keer denk ik van, ik zou hem eigenlijk moeten bestellen. Het is er nooit van gekomen. Dat inderdaad, en dat is ook een beetje met sociale geschiedenis ten opzichte van een soort van nationale geschiedschrijving. Vaak leggen we toch de focus op de overwinningen, de jubelmomenten, de hoogdagen en minder op het alledaagse leven, wat de gewone man en vrouw deed. En het lelijke wordt vaak weggeduwd in dat soort van geschiedschrijvingen. Maar verdient natuurlijk ook een eigen plekje. Nou ja, ik ben wel geïnspireerd. Ik had een studiegenoot op mijn master. En die, om toe te treden tot een master, moesten we een soort essay schrijven. Dat was onderdeel van de toelatingsprocedure. En hij had zijn essay geschreven over, of het was een soort opiniestukje. Maar het ging over, als we nu de opvatting hebben dat we van het verleden ook de zwarte bladzijde moeten laten zien, waarom dan ook niet de zwarte bladzijde van de kunst? Ja. Dus ook esthetisch zwarte bladzijden, zeg maar. Ja, ja, Ik ben er altijd wel door geïnspireerd geweest. Ik vind dat hij gelijk heeft eigenlijk. Er wordt ook heel veel lelijks gemaakt, maar het wordt wel gemaakt. Het is van betekenis. Ja, ja. En wat ik altijd belangrijk vind in een tentoonstelling, dan praat ik ook mijn collega Pepijn na, maar iets moet gewoon een snaar raken. Mm-hmm. En het maakt mij niet zo heel veel uit of het een hele positieve snaar is, of dat iemand denkt, dit had ik niet verwacht, ik ben zolang verbaasd. Maar iets doet met mensen. Onverschilligheid vind ik het allerergste, ik krimp ook niet ineen van een review van iemand die iets slecht vond. Het ergste vind ik als iemand schrijft, het was wel aardig. Dat vind ik zo erg. Ja, ja, dat vind ik, dan heb ik mijn werk niet goed gedaan. Maar als iemand echt een mening erover heeft gevormd, dan denk ik, je hebt wel goed gekeken. Mm-hmm. En goed, ik heb keuzes gemaakt die dan zo'n bezoeker zelf niet gemaakt zou hebben. Dat is prima. Ja, ja. Maar dus in die zin zou ik daar wel meer mee willen. En ik heb ook mijn masterscriptie ging ook over heilig afval. Dus het ging over privé devotieobjecten die nu in onze huidige maatschappij een beetje zo vogelvrij worden. Heel veel mensen die niet weten. Wat moet ik er minder maar weggooien? Ja, en er is dus een Nederlandse antropologe, Irene Stenks, en die heeft het idee van sacred waste geopperd. Dat gaat eigenlijk over afval in de zin van objecten die je niet wil bewaren, die je eigenlijk weg wil gooien, maar die door het gebruiksverleden een soort van aura hebben gekregen, waardoor je dat niet durft of daar dat oneerbiedig vindt. En dat, in dit geval had ik het over
heilige beelden, maar dan van gips. Dat je denkt, nou, het is eigenlijk niks waard. Maar zij heeft het ook bijvoorbeeld over een bloemenzee na een ongeluk. Ja. Na MH17 bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Al die tekeningen, al die knuffels, wat doe je ermee? Ja, dat kan ook sacred waste zijn. Ja. Ik vond dat heel inspirerend. Toen heb ik ook mijn scriptie geschreven over... wat moeten we met een sneeuwglobbe uit Lourdes die half droog staat omdat die uit de jaren 70 komt, maar die wel daar is gewijd door een priester voordat die mee is genomen. Ja, ja, ja. Zeg maar, wat zijn dan de... Ja, ja. Dus daar wil ik wel in mijn carrière een keer iets mee doen met waardeloze objecten. Mm-hmm. En daar eens op reflecteren van waarom zou dit waardeloos zijn. Ja. Ja. Ja, pas wel een beetje binnen datzelfde thema van lelijk en waardeloos en eng, dan zit je wel aan een soort van perifere kant van de geschiedenis van dingen die niet vaak belicht worden. En dan zou je misschien kunnen zeggen, enge dingen dan wel. Je kan naar die toren gaan in Londen met al die marteltuigen bijvoorbeeld. Ja, marteltuigen, dat spreekt dan wel tot de verbeelding. Ja. Maar eng, zowel in voorwerpen als de verhalen en lelijk ook in voorwerpen en verhalen. Ik denk dat je daar echt wel... veel over kan vinden en veel interessants ook over kan vinden. Ik weet dat Stefan Franken nu bezig is met studies over alle dingen die hij tegenkomt voor de 18e eeuw in verslagen bij notarissen. Oh ja. Dus prostitutie en moord en ruzies en zo. En echt zo een beetje de zelfkant van de maatschappij die je daarin ziet. Dat, ook dat zou dan weer een heel interessant thema zijn. Nou, dan heb ik wel een... Ik mag nu een concept schrijven voor een tentoonstelling over criminaliteit. Oh, mooi. Dus, ja. En dat moet zich nog helemaal een vorm krijgen. Alle tips zijn welkom. Ook voor de luisteraar. Ook voor de luisteraar. Weet ons te vinden. Ja, want ik heb nog niet echt zelf een expo gemaakt. Ja. Dat is voor mij wel de volgende stap. Mm-hmm. Dat zou ik heel graag willen doen. Dus nou mag ik ook daar een concept voor schrijven. Ja, dat moet dan goedgekeurd worden en nog een hele Natuurlijk. Ja, maar ik vind dit dus inderdaad wat je zegt, daar wil ik me heel graag op storten, dat soort thematieken. We hebben ook via Harz Schillings, een grote verzamelaar van Limburgensia, een hele grote collectie over de bokkenrijders. Ja, tuurlijk. Waar ik nog helemaal niet echt goed in ben gedoken, maar... Dat die moeten daar natuurlijk in komen. Dus je hebt een paar van die dingen die erin moeten. Maar het heeft ook een heel groot hedendaags maatschappelijk aspect. Het gaat ook over misschien vooroordelen ten opzichte van het zuiden. Mm-hmm. Dus ik weet nog niet exact wat het gaat worden. Maar het zal iets gaan over ook het fysieke van Limburg. De locatie, het landschap en hoe criminaliteit daar plaats heeft gevonden. Mm-hmm. Ja. Maar moet zich nog helemaal uitkristalliseren. Maar ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Ja, ik heb wel een paar ideeën. Ik zal ze delen na de podcast. Ja, want anders dan gaan dingen vastgelegd worden die helemaal nog niet vast liggen. Natuurlijk. Nee, dat is maar wel een heel interessant thema. Laten we daar gewoon bij eindigen. Het is hier best benauwd. We zitten hier in de kapel. En ze zijn op de achtergrond ook met werken bezig. Ik weet niet hoeveel dat daarvan op de microfoon staat. Heel erg bedankt dat je hier kon zijn. Heel veel succes nog bij het Limburgs Museum. En ook heel veel succes bij het uitschrijven van je eerste eigen tentoonstelling dan. Als ik dat zo mag zeggen. Ja, leuk. Dank voor je. Dank je.